Dames en heren, we zijn in Brussel, in de UGC. Wat? UGC? UGC. UGC. We zijn hier met twee gezichten. We hebben... Hallo, ik ben Jonathan Medaar. En ik ben Flo Windy. We zijn hier voor de première van The Green Knight, ook wel bekend als De Groene Ridder. Ja, Jonathan? Ik heb geen woord te zeggen. Ik moet wel zeggen, ik ruik heel lekker. Ik kan dat bevestigen. Ja. Oké, dus, kleine situatieschets. Camera staat hier veilig, ik ben op de baan aan het letten. Hè. Ik moet morgen, als een zaterdag, naar mijn eerste feestje in een jaar en een half. Ik wou er goed uitzien, outfit, alles was geregeld, alleen mijn haren op. Bros langs de zijkant en ik laat het van boven een klein beetje langer. Ik ga mijn pet afdoen, ik wil dat je niet wegklikt. De kapper was begonnen met hier, we gaan bros doen. En dan hier hadden ze ongeveer door van, ah nee, bros is het toch niet voor die jongen. Dus ik heb hier nu zo'n plukje, bear with me, want het verhaal wordt nog beter. Hè. Dus ik dacht, oké, ik ga gewoon op festival onder vrienden een petje dragen. En dan plots kwam het besef. Het besef zijnde dat ik volgende week zaterdag naar de trouw moet in Zwitserland van mijn neef. En dat ik dus zo op elke foto ga staan met dat haar. Die foto's gaan vereeuwigd zijn voor de rest van mijn leven met dat haar. Ik dacht, ik ga op die foto's mijn kostuum een keer kunnen showen met echt een mooie koep, alles klaar. Nee, ook volledig man. Ik ging gaan slapen en ik was volledig bereid om de dag erna aan mijn mama een tondeus te geven en te zeggen van, kijk, mama, save me. Totdat ik vanochtend in mijn badje zat en ik kreeg een berichtje doorgestuurd van Gladys. Komt erop neer, Maximiliaan, als je om 1:15 in Antwerpen kunt staan bij Costa del Kapper, kunnen we uw haar mogelijk nog fixen. Dus ik ben in mijn auto gesprongen en hier zitten we, dames en heren, op weg naar Costa del Kapper. Want ja, met corona mag ik toch niet naar Costa del Sol, dus we... De kapper heet Stijn. Doe ermee wat je wilt. Wat slechter dan dit kan niet. De kapster die dat heeft gedaan, als je kijkt... Ik ga uw naam niet zeggen. Ik ga ook niet zeggen naar welk kapsalon ik ben geweest. Maar misschien is mannenhaar toch niet uw ding. Ik zou focussen op vrouwenhaar. Tenzij dat ze vragen voor bros. Ik ga nu verder rijden naar Antwerpen. En hopelijk zie ik jullie daar. Maar mogelijk vergeet ik gewoon te vloggen. Maar we zien wel. Toedeloo! Hallo vloggertjes iedereen, we zijn hier vandaag in het kantoor van Club Ultra, samen met William. Ik klink nog heerlijk nasaal van mijn Pfizer. Pfizer gang. Beschrijf even de stappen van Pfizer. Wacht, gaat goed, dat is ook leuk. We zien ook een keer dit fragment zo. Jeukende oksels, pijnlijke neus, koppijn, koorts, diarree, klieren, lymfeklieren, alles omzeep. Helemaal naar de Filistijnen. Je hebt zo ineens lymfeklieren door dat Pfizer-vaccin, of wat? Nee, lymfeklieren. Ik vind van mijn outfit. Is dat nice? Je lijkt echt op een gladioor nu. Wat? Gladiator. Nee, gladioor. Hollanders zijn het altijd. Je achterlijke gladioor. Is een bloem. Epic fail. Epic fail. Jammer klaar, op een pop aan niveau. Oké, het spijt mij echt voor het volgende. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Mijn haar, ik ben echt tevreden voor mijn haar. Ik ben zaterdag uit geweest. Ik weet niet wat er is gebeurd. Dat is daar volledig uit de hand gelopen. De dag na festival onder vrienden was er nog een feestje genaamd Trillers. En dan woensdagochtend werd ik wakker. Ik had geen stem. Dit is hoe ik al de hele dag tegen de mensen moet praten. Dus het is dus blijkbaar een angine met door een mix van vermoeidheid en stress. Let's go! Om af te sluiten, mijn haartje, Stijn van Costa del Kapper. Dank u wel. Ik heb wel een groot voorhoofd. Dat heb ik wel. Elke keer als ik naar mezelf kijk in de camera, wordt de twijfel groter en groter om naar Turkije te gaan, om nieuw haar te steken. Dus, maar echt, het is zo belachelijk druk de laatste weken. Het is zo moeilijk om elke week een vlog naar buiten te brengen. Maar ik ga wel proberen om vanaf nu terug elke week te uploaden. Ik hoop dat het geen loze belofte gaat zijn. Dat was het voor deze vlog. Een duimpje naar omhoog mag altijd. Een duimpje naar beneden mag ook. Maar ik raad het de strengste af. Mensen die toch beslissen om een duimpje naar beneden te geven, kans er heel dik in dat je zelf ook zo'n week met zo'n stem gaan moeten rondlopen. En dat is, er zijn leukere dingen, hè. Ik moet trouwens ook antibiotica pakken. En ik wil zaterdag alcohol drinken, hè. Dus please, genees mij. Ik was een beetje overdreven in de laatste. Dat wil ik wel toegeven. Want ik zie er... Ik lijk op een paas, hè. Hoe lang kan...